Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 2 september. Hoe vergeving en geduld je huwelijk kan helpen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Timotheus 1 vers 16. Juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Huwelijken zijn niet zo goed als ze zouden kunnen zijn als één zich vasthoudt aan de beledigingen en pijn die hun wederhelft heeft veroorzaakt. Ik weet dat het moeilijk is om jezelf volledig te openen wanneer je gekwetst bent, maar niemand kan beloven dat van iemand houden geen pijn doet. In feite kun je niet echt van iemand houden zonder bereid te zijn om gekwetst te worden. Het is onmogelijk. Ware liefde toont genade en vergeeft. Liefde blijft de ander nog een kans geven. Liefde is bereid om telkens weer te blijven vertrouwen, te verwachten dat de volgende keer het goede wordt gedaan. Zij gelooft het beste. Ik besef dat er misschien heel veel pijn in je huwelijk is, naast alle kleine dingen waar je dagelijks mee te maken hebt. Toch moet je besluiten om je los te maken van de pijn die je in zijn greep houdt. Bid dan en leun op God voor de genade en kracht om werkelijk te vergeven. Als je worstelt met onvergevingsgezindheid in je huwelijk, vraag de Heer te onthullen wat de oorzaak is van je bitterheid of wrokgevoelens. Je zult misschien verbaasd zijn over wat Hij je onthult, maar wanneer je de waarheid ziet, besluit dan om je verdediging los te laten. Besluit om je wederhelft te vergeven en wandel in geduld als je met Gods wonderbaarlijke en onvoorwaardelijke liefde hem of haar tegemoet komt. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil dat mijn huwelijk het beste is wat het kan zijn. Help me om elk gebied van onvergevingsgezindheid los te laten en mijn partner geduldig lief te hebben zoals u dat van mij vraagt. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.